Na jaren gesteggel komt het er dan eindelijk. Het kunstwerk Anima Mundi, waar je hier een maquette van ziet. Het worden 16 grote beelden in beeldentuin De Tempelhof in Winsen. Het is de droom van het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas. Al 2 keer eerder probeerden ze dit voor elkaar te krijgen, maar 2 keer lag de gemeenteraad dwars door te weigeren het bestemmingsplan te veranderen. In het nieuwe plan zijn de beelden wat kleiner, waardoor een bestemmingsplanwijziging niet nodig is. 4 omwonenden hebben bezwaarschriften ingediend, maar die zijn nu allemaal afgewezen door de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het kunstwerk begint.